Nou mensen, welkom weer bij een nieuwe vlog. Vandaag gaan we het even helemaal anders doen. Het wordt vandaag een kookvlog. En nou ja, deze week hebben we nog wel wat leuks op de planning. Want Chantal die heeft een eigen bedrijf over spiritualiteit. En coaching en al dat soort dingen. Maar daar gaat ze nog wel een keer wat over leggen. Of over zeggen. Nou, ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Geniet eerst maar eens van deze kook... vlog en dan zie ik jullie weer bij de volgende. Dus mensen, allemaal een duimpje omhoog en dan zie ik jullie straks wel weer. Wil je prei? Mijn schatje die gaat even lekker koken. Die is nog leeg. Daar komt het vlees in. Kijk, ze doet nu. Zout. Beetje peper. Beetje eierpoeder. Wat? Beetje eierpoeder. Eier. Uien. Uienpoeder. Dit wordt dus een kookvideo. Kijk in de buik. Die groeit goed. Daar vragen ook mensen naar. Ja. Een beetje vleeskruiden. Een beetje vleeskruiden. En mijn schatje, die kan heel goed koken. Hallo. Ja, is dat zo? Ja, heerlijk. Gelukkig. Ondanks dat we zoveel pech hebben, eten we toch goed, schatje? Dat klopt zeker. Ik denk niet dat je veel te klagen hebt van mij. Hè? Ik heb niks te klagen bij jou, schat. Wat? Die had ook op zijn kop erin. En nu zit dan de kant in het einde. Kijk, dat is kreutje voor jou. Dan mag je weg gooien. Wat voor kruiden doe je nu op? Dit is vleeskruiden. Vleeskruiden. En wat heb je nog meer op het vlees gedaan? Peper, zout, knoflookpoeder, uienpoeder. Oké, en wat heb je op de aardappels gedaan? Of wat komt erop? Paprikapoeder, currypoeder, een beetje aroma, knoflook en uitje erop. Knoflook en uitje. En we eten ook prei, maar dat zien jullie straks. Kijk, en zo goed is Chantal voor mij. Ik moet elke dag 3 van deze flesjes opdrinken. Want... Het is goed voor mijn lichaam en mijn wond. Met allemaal vitamines. En Chantal is nog steeds aan het koken. Dit moet prei worden. 2 grote stukken vlees. Ja, dat wordt goed voor me gezorgd. Nee, ik heb gisteren gekookt, hè? Jij hebt gisteren gekookt? Nee, eergisteren. Oh, eergisteren. Gisteren toch? Eergisteren. Eergisteren. Oké. Nee, gisteren heb ik gekookt, schat. Nee, eergisteren. Oh. Gisteren kwam jij met je brood. Nou, eergisteren heb ik dus gekookt. Maar ja, Chantal kan dat veel beter als mij, dus...
Maar ik heb mijn best gedaan. Ja, zeker je best gedaan. En smaakt het? Smaakt. Het heeft gesmaakt? Oké, okay, mooi zo. Het eten is klaar. De prei. De eerappels. En het vlees. Wat het ook is. Carbonade. Carbonade. Het ruikt er nou wel een stuk aangenamer. Heerlijk.